ben Marian Tenkink. Ik heb een project opgezet, Change Now, om aan de wereld te vertellen hoe je met de nieuwe wereld om kunt gaan. Ik ben Wil Egas. Ik ben bij dit project betrokken geraakt omdat ik met Marian in kunstcollectief Women for Art zit. In de Happiness kwam ik het verhaal tegen van de Club van Boedapest. De Club van Boedapest is ooit opgezet door Ervin Laszlo in 1993. Hij heeft als doel om de wereld duidelijk te maken dat het toch 2 voor 12 is. Hij heeft vanuit zijn gedachten de 10 geboden in het leven geroepen. 10 geboden, niet religieus gebonden, maar gericht op de mensen in deze tijd. En op alle problemen die er zijn in de wereld, om als waarschuwing te dienen om de wereld nu juist wel in stand te houden. De boodschap is om door deze schilderijen geïnspireerd te raken en misschien van daaruit bepaalde gedachten te veranderen. Bepaalde gedachten in voeding, gedachten in het opnemen van informatie uit de pers, het omgaan met de planeet, met de aarde, in brede zin. We zullen eigenlijk altijd moeten blijven strijden. Reflections. Zorg voor je eigen welzijn zonder een ander te benadelen. Planet Earth. Respecteer andermans recht op leven en ontwikkeling. Survive. Bewaak het recht op leven en gezondheid van alles wat groeit en leeft. Growing Free. Streef naar geluk, vrijheid en vervulling van jezelf en voor anderen. Enrichment. Help de minder bedeelden zonder honger of gebrek te leven. Change Now. Bescherm of herstel de integriteit van het milieu. Circle of Life. Help kinderen en jongeren hun eigen manier van denken en handelen te ontdekken. One World, One People. Vraag je regering op een vreedzame en coöperatieve manier met andere landen en culturen om te gaan. Fair Trade. Ga naar winkels en bedrijven die milieuvriendelijke producten aanbieden. Not in my name. Gebruik bij de besluitvorming over belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het leven media die betrouwbare informatie verschaffen. Reflections. Reflections of your soul. Reflections of your love. Inside yourself will give reflections to people on earth. Planet Earth. Geen mens is gelijk, is hetzelfde geaard. Geen mens is gelijk, is anders van aard. Geen mens weet gelijk wat het is om geaard de aarde te voelen. Zodat geaardheid bestaat. De aarde geaard door gelijkheid. De mens een mens met waarde van gelijke op aarde. Survive. Leven, overleven, doorgeven met dit gegeven. Geen puinhoop maken hier op aarde. Geef de aarde bij leven meer waarde. Growing Free. Ik blaas het zaad met westenwind naar streken en continenten, waar wonderwel een plant ontstaat, in vrijheid, overal op aarde.
en Richmond. Wat een rijkdom aan delfstoffen heeft een land. Maar welke leider zet alles naar zijn hand? Voor hem en vele westerse vennoten zorgt dit voor gouden keien om straten te plaveien. Change now. Gescheurd is de aarde door watergebrek. Verdrinken er mensen als een dijk lekt. De luxe van warm en koud stromend nat. Uren lopen voor een watervat. Samen er tegenaan. Schuif niet op de lange baan. Van noord naar zuid. Change now. Punt uit. Circle of life. De aarde een circle of life, van gelijkheid, een kind in vrijheid gelijk en zonder geslachtelijk ongelijk. Leven in ontwikkeling, zodat de circle of life zonder onderscheid verrijkt. One world, one people. Een wereld zonder kloof door geloof. Fair trade. Fijne chocolade. Al geeft het ook een bittere smaak. Is deze cacao wel slavernijvrij? Raar eigenlijk staat Tony Chocoloni rechtelijk alleen als voorbeeld voor duidelijkheid in streven naar eerlijkheid in biologisch geproduceerd voedsel. Not in my name. Wie vertelt wereldwijd mijn kreet? Een oorlog brengt vierdimensionaal leed. Door kranten wereldwijd gebracht. Ik sta niet achter dit gebied.